Gertje, als ik bij jou mag beginnen. Jij zit in Zuidoost, beroepplaats HCC, hè? Heesterveld. Als je dit zo hoort, waar denk je dan aan? Want die beroepplaats is opgezet toch met een missie om juist een soort speelfunctie in Heesterveld te zijn. Ik vind het best wel ernstig dat dit probleem wat aangekaart werd, of de problemen waar we tegenaan lopen, dat dit blijkbaar een globaal probleem is. En dat het niet alleen, want ik kon me heel erg vinden in heel veel dingen die ze zeiden. En het was ook wel een reality hit van, ja shit, dit is dus een groter probleem dan... Want jij voelt dit ook eigenlijk, dit spanningsveld met de buurt? Zeker weten. Ja? En de buurt die ook echt niet betrokken wordt bij binnen deze communities. Mm-hmm. En doe je daar zelf dingen al nu mee of is dit een wake-up call? Besef was er al, dat zeker. Het is een wake-up call, dus dat het een groter probleem is dan dat ik had verwacht. Maar ik ben altijd wel al... Nou, met zo zeggen, in mijn projecten probeer ik altijd wel de buurt te betrekken. Dat heb ik altijd al gedaan. Heel erg vissen in mijn eigen omgeving. En kun je een voorbeeld van noemen? Ik zelf ben een visual artist, fotograaf. En modellen, die zijn eigenlijk... heel vaak uit Zuidoost, merendeels. Maar ook behind the scenes probeer ik ze altijd wel te pushen van... Ik weet niet, ik heb soms zelfs van een soort van therapie-sessies van... maar wat wil jij en wat wil jij worden? En hoe kunnen we dat, motiveren en naar voren brengen? Dus ik heb altijd wel dat, bijvoorbeeld dan ook behind the scenes... dat ze me helpen assisteren. Ja. Om ze gewoon een beetje mee te nemen erin, in die ervaring. Ja. Nou, maar dus wel mooi dat je zegt, ik probeer het al, maar eigenlijk als ik dit zo hoor, moet het misschien fundamenteler. Nou, daar kunnen we zo over doorpraten, wat je daarvoor nodig zou kunnen hebben ook. Even, Nadia, ja. Weelde 39, misschien wel de eerste broedplaats in Amsterdam op een bepaalde manier gezien. Hè? De lange traditie, kunstenaars, door kunstenaars zelf opgezet in het centrum, maar nu in zwaar weer. Ja. Als jij dit zo hoort, jouw hart zit misschien ergens anders. Hè? Zondag is er een actie om Weelde 39 juist in leven te houden. Ja, klopt. Als je dit zo hoort, wat gaat er door je heen? Ja, dit is ons bekend. Ja. Wij houden ons buiten dat we natuurlijk actief zijn zelf in het centrum. We zitten zelf inmiddels 41 jaar in de Warmoestraat. Werken wij natuurlijk met makers uit Amsterdam. Uit Nieuw-West, uit Zuidoost, uit Noord. Ook wel buiten de stadsmuren of buiten Nederland. Maar we horen natuurlijk ook van de situaties waar zij in zitten. En dat er gewoon een heel groot verschil zit tussen hoe mensen wonen, werken en leven. En hoe er beleid gemaakt wordt. En dat dat niet altijd, of eigenlijk heel vaak niet, mensen voorop heeft staan. Ja. En... als je dan nu kijkt, zeg maar dat jullie, vooral de presentatieruimte wel 39 nu zit in zwaar weer. Ja. Want dat is natuurlijk ook iets, daar moeten we denk ik ook zo meteen op reflecteren. Dat het maken en het werken, maar ook het presenteren voor makers is vooral, als je niet in één keer in steden komt of in, is dat gewoon best heel karig toch ook in een grote stad als Amsterdam. Ja, klopt. En ik denk ook dat plekken zoals W139 en ook de andere presentatieinstellingen in Amsterdam. Wij zijn denk ik nu de laatste zo'n beetje in het centrum. En ook waar echt gemaakt wordt. Waar risico's genomen worden. Waar experiment uitgevoerd wordt. Als je dat ook nog verbandt uit het centrum. En feitelijk alle instellingen de periferie indwingt. En daarmee de oorspronkelijke bewoners, de oorspronkelijke functies gewoon wegwiped. Daar is niemand bij geholpen. Ik vind ook dat experimentele kunst een podiumplek in het centrum verdient. Ja. Nou, de problematiek van het centrum is natuurlijk ook een interessante. Misschien kunnen we daar zo meteen mee benieuwd wat de mensen van Verdedig Noord daarvan vinden. Je gebruikt even het woord periferie. Nou, dat is altijd natuurlijk wat gevoelig, hè? Ja, natuurlijk. Maar ik begrijp wat je bedoelt. En het is natuurlijk zo dat de gemeente op dit moment en ook Femke Halsema voorop natuurlijk enorme zorg heeft over het centrum. Ja. En dat deze tijd van corona natuurlijk ook een tijd is waarin we met elkaar ook tot een soort bezinning komen van oké, dat centrum, daar is echt iets heel erg mis. Maar hoe kunnen we dat dan gaan maken? Nou, niet door W139 inderdaad weg te doen, zeg maar. Nou ja, ik denk inderdaad dat plekken die door mensen zelf worden gerund, dus ook door kunstenaars gerunde plekken, waar ze zeggenschap hebben, waar ze macht hebben en waar ze exposure hebben. Daar waar mensen wonen en werken, daar is dat gewoon nodig. Dus dat geldt voor alle stadsdelen. Ja, ja, mooi.
Tim, wel zo'n directeur van de NDSM-werf. Nou, ik denk, als we allemaal denken aan een plek waar je, als je broedplaats visualiseert in de stad, denk ik toch, en vanuit het Richard Florida-model van een ravelrand van de stad, die dan gebruikt wordt als broedplaats. Ja. En dan, oh jee, en daarna wordt hij opgegeven en komen er allerlei vastgoedinvesteerders en die gaan hem helemaal volbouwen en weg met de kunstenaars. Klopt. En is hem het symbool, denk ik, voor die hele beweging. Ja en nee. Ja, in de zin, ja, er is ongelooflijk veel vastgoedontwikkeling bezig. En natuurlijk probeert iedereen een graantje mee te pikken. En wij merken natuurlijk ook dat de vastgoedontwikkelaar die langs de westkant van NDSM het terrein ontwikkelt, heel graag die creatieve hotspot inzet als een verkoopsargument naar nieuwe bewoners. Is dat goed of is dat slecht? Ja, ik denk als... het is goed dat er aandacht is voor maakplekken zoals deze en daarmee ook publiek naartoe komt. Hè, want dat levert iets voor de kunstenaars op. Maar we moeten wel heel voorzichtig zijn. Ik herken me als nieuwe Noorderling heel erg in de verhalen die Verdedig Noord neerzet. Dat is ook een zorg die ik deel. Waar ik zelf gepaste afstand in neem om daarin het voortouw te nemen. Want ik denk niet dat het aan mij is om daar heel expliciet in te acteren. Tegelijkertijd probeer ik natuurlijk wel vanuit NDSM deze beweging ook mee te helpen faciliteren om hierover na te denken. En er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand met zo'n broedplaats. Het eerste is natuurlijk wat zij vertellen. Van hoe kan deze plek weer een plek van de wijk zijn en van de buurt. NDSM is complex daarin. Want het is eigenlijk een nieuwe buurt die volledig uit de grond wordt gestampt. Maar grenst aan die oude wijken. En ten tweede, er is ook een ongelooflijke behoefte aan werkplekken, woonplekken voor kunstenaars. Ja. Ik ben namelijk ook ontzettend doordrongen van het feit dat een stad zonder goede kunstplekken echt een hele arme stad is. En er zijn meerdere groepen die op dit ogenblik heel lastig aan woon- en werkruimte komen. Dat gaat over ambachtelijke makers, dat gaat over kleinschalige industrie, die allemaal uit die buurten in Noord worden gedreven. Omdat die buurten in opmars zijn, die stad die groeit, er is behoefte aan heel veel nieuwe plek. En daar moeten we iets mee. En tegelijkertijd moeten we zorgen dat juist weer nieuwe verbindingen worden gelegd met die oude wijken. Die stad is in ontwikkeling. Dus die zal continu op zoek moeten gaan naar nieuwe verbindingen. Heel ingewikkeld vraagstuk. Ja. Als ik het antwoord als had, zou ik het delen. Ben ik benieuwd hoe jullie daarover denken. Want ik hoor je toch twee dingen zeggen. Van ja, ik probeer die discussie te faciliteren. Maar ik, weet je wel, aan de ene kant, ik wil me niet helemaal uitspreken. Terwijl, we weten ook, jouw voorgangers op een gegeven moment echt boos weggegaan. Hè? Kim Tuin, een van de voorgangers van, nou, talk to the hand. Dit gaat het gewoon niet worden. Ik heb geen enkele speelruimte meer eigenlijk voor de makers. Nou, in die discussie wil ik me heel erg roeren. Ja. Maar wat deze plek kan betekenen voor de oude Noorderlingen, voor de mensen die daar al heel lang wonen, daar moet ik gepaste afstand in nemen. Ik ben in vele opzichten... Je bent omdat je zelf een nieuwe Noorderling bent. Ik ben de verkeerde demographic. Ik ben een middelbare witte man. Ik ben een nieuwe Noorderling. Hoe lang woon je hier nu? Vier jaar. Ja. Dus ik ben echt relatief nieuw. Ik ben een overbuurman van jou. Ik woon aan de andere kant van het park. Ja? Dus in die discussie moet ik vooral luisteren en kijken wat ik vanuit mijn ervaring eventueel kan bijdragen om die transformatie. Want daar hebben we het over. Hè? We kunnen die gentrification niet meer terugdraaien. In de zin van, we kunnen hem niet ongedaan maken. We zullen er iets mee moeten. We moeten door. De nieuwe stad is geen tabula rasa waar je in één keer opnieuw ergens in ideale omstandigheden... Het is een stad in ontwikkeling. En die beweging wordt erbij, zeg maar. Massie. Ja. Ja, nee, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Dat heb je ook gedaan. Oh ja, dat heb ik toevallig ook gedaan. Heeft, inderdaad. Ja, en waarin ik ook zeker zeg van het gaat niet om het tegenhouden. Nee. Het gaat om het behouden wat we kwijtraken. Klopt. En wat we kwijtraken in in dat geloof van groei en welvaart ten koste van alles en iedereen. En we moeten het hebben over fundamenteel. Dus ik zou zeggen, meen je er expliciet wel in? Achter de schermen. Juist. En faciliteer en maak ruimte. Wat ik bedoelde. Bied ruimte, want inderdaad, je schetst je eigen profiel en daarin
zit zelfreflectie van moet ik me in deze discussie mengen, maar je zit wel op een positie van macht. En die macht neemt heel veel ruimte in. En die ruimte moet je delen. Dat is ook wat ik bedoel. Hè. Ik bedoel, ik wil me niet aan de discussie onttrekken. Ik vind dat ik ook een verantwoordelijkheid heb in deze. Maar dat is inderdaad zoals jij schetst. Achter de schermen, faciliterend. Met de ervaring en de positie die je hebt, kan je er iets aan veranderen. Ja. Maar ik ben niet degene die moet vertellen welke richting het uitgaat. Ik moet de stemmen die daarin zijn faciliteren en vooruit helpen. Precies, ja. En structureel en ook substantieel. Twee van de fundamentele dingen die op dit moment fout gaan, is die tijdelijkheid toch van broedplaatsen. Dus dat we, ik denk dat we, nogmaals om te schetsen van we moeten het niet tegenhouden, maar we moeten er een andere manier naar kijken, is het is de hele tijd tijdelijk. Dus de gebouwen die nu gaan bijgebouwd worden, de Rietwijker wordt over een x-aantal jaar gesloopt. Er komt een nieuw gebouw van de Rietwijker 2.0. Die moet niet tijdelijk zijn. En er moet nu al voor gesorteerd worden door de wijken. En op het Buikslotermeerplein wordt ontzettend veel zogenaamde masterplannen gepresenteerd. Daar worden allerlei tijdelijke ideeën. Het is de hele tijd tijdelijk, waardoor de zittende huurders van de broedplaatsen natuurlijk ook gaan denken, hoeveel ruimte krijg ik om het commitment met de wijk aan te gaan? Als je de mensen van de wijk zelf daarbij betrekt, al is het tijdelijk binnen het bestaande beleid, hoef je in ieder geval niet meer na te denken over het commitment gedeelte, want dat zit er al in. Dat is inherent aan die mensen. Zij zijn geworteld in de wijken. En het tweede is dat de kunstenaars en de ondernemers beleidsmatig moeten worden uitgedaagd om behoeftegericht te werken. Dus als je projectplannen en begrotingen maakt voor een project vanuit jouw praktijk, moet je kunnen aantonen dat daar behoefte is in de wijk. En niet binnen je eigen club kaders gaan bedenken. En dan, oh wacht even, maar ik heb ook even wat mensen nodig uit de wijk om in te kleuren. Ja. Maar je hebt die kaders al van tevoren bepaald. En dat zijn allemaal goed bedoelde intenties, maar die processen zijn ontzettend uitsluitend. En die ontnemen eigenaarschap en die verzwakken economisch. Terwijl als je de dingen die je toch al doet met meer bewustzijn doet, kun je duurzamere impact maken naar een inclusievere gentrification dan het tegenhouden. Dat is mooi, hartstikke inclusieve pro. Inclusieve gentrification. Ja, en vooral voor wat we zijn en niet zozeer waar we tegen zijn. Ja. Terai, ik zag jou net ook al knikken. Ik wil net zeggen, het is mooi gezegd. Ik heb daar ook verder niet echt een concrete aanvulling op. Alleen dat ik nog even wilde meegeven dat het is niet alleen maar mooi om te faciliteren, maar ook de bewoner in hun kracht te zetten. Door de tools die jij voor handen hebt ook gewoon te delen. De macht die je hebt te delen. De kennis die je hebt te delen en over te dragen. En dat wilde ik nog even kwijt. Mag ik er nog één ding aan toevoegen? Ja, was het. Daarna. En verder denken dan alleen dus kunst en cultuur. Van, dat die broedplaatsen ook sociaal-maatschappelijke rollen hebben. En het is naïef om te denken dat gescheiden domeinen zijn. Dat je die sociaal-maatschappelijke politieke rol niet hebt. Dus als er bijvoorbeeld in de buurt ontzettend veel behoefte is aan, zoals wij nu merken in Noord, aan een extra plek bijvoorbeeld om basisschoolleerlingen op te vangen. En als ik daarvoor dan bij de Rietwijker ben van, die zaal staat leeg, de foyer staat leeg, mensen werken vanuit huis, kantoren staan leeg, kunnen we hier terecht? En als zij dan zeggen van, ja, maar dat KWI's en het voldoet en het is toch wel een broedplaats en ze creatief kunnen, denk je, ja, wat dan, dat is fundamenteel de error van ons systeem, zeg maar. Ja, dus eigenlijk is het zo dat een broedplaats op zich oké zou kunnen zijn. Ook al zelfs hoor ik je zeggen als die tijdelijk is, maar wees dan genetwerkt. Zorg dat je luistert naar wat ook de buurt nodig heeft. Ja. En zorg dat je inderdaad dan bijna vragen stuurt, ook die interactie met die buurt altijd centraal houdt. Zeker, en de fondsen moeten dat controleren. Als er namen van stichtingen en lokale ondernemers en makers worden genoemd die in begrotingen worden opgenomen, moeten die mensen die worden genoemd ook zeggen, ja, inderdaad, ik heb me hieraan gecommit. Vaak wordt het gedaan zonder dat mensen dat weten. Dat soort codes moeten we durven opstellen met elkaar. Erik, zou jou dat helpen als je op die manier eigenlijk ook zo bijna gedwongen wordt om te denken, hoe ga jij zorgen dat je na het vragen stuurt ook werkt en produceert en je wordt daar ook op gecontroleerd? Toevallig was het afgelopen week was ik bezig met invullen van een fonds. En toen moest het daar ook aan voldoen dat je echt iets voor de, zeg maar, dat tegelijkertijd ook een opbouw was voor de buurt. En het was verfrissend of zo. Van ja, inderdaad, lekker even zo aanpakken. Omdat anders gaan al die potjes ook naar mensen die helemaal niet denken aan de buurt, weet je. Of die daar helemaal niet mee bezig zijn. Dus confronteer ze er lekker mee. En zet die verantwoordelijkheid, schuif het ook lekker op hun. Dus ik vind dat een goede approach. Maar zie je dan bij jou, bij HCC, zeg maar, ook makers die, ja, dat mag er natuurlijk ook zijn, hè. Makers die gewoon heerlijk autonoom aan het scheppen zijn, aan het creëren zijn, zonder die buurt.
Ja, maar het is, je kan het op verschillende manieren kan je mensen inspireren, weet je. Dat geloof ik tenminste. Je kan via workshops, je kan presentaties geven. Je kan je werk zodanig displayen dat de buurt ook doorheeft wat je maakt. Of niet, dat ze niet alleen van de metro naar huis zien lopen, van huis naar de metro. Dus gewoon betrek ze veel meer bij dat proces. Ik denk dat de jury dat ook heel mooi hadden aangekaart. Van betrek de jongeren bij het proces, maar ook de ouderen. Van, die zitten eigenlijk, die hebben zoveel behoefte aan om ook gewoon te creëren. Die zijn de echte professionals. Juist, precies. Van die durven te denken en hebben de tijd inderdaad ook gewoon. Dus betrek ze erbij en laat ze niet gewoon aan de zijkant verslijten of zo. En als ik dan denk ook, want gentrification, het speelt natuurlijk enorm in Noord, maar ook heel erg in Zuid-Oost. Veel in Zuid-Oost. En er is natuurlijk nu dat masterplan opgesteld, de alliantie. Er gaat een fantastische vrouw vanaf 1 maart beginnen. Om daar leiding aan te geven. Heb jij daar nou het gevoel van, daar kunnen wij ook vanuit onze broedplaats misschien een bijdrage leveren? Of zijn jullie überhaupt, is er met jullie gesproken voor dat masterplan? Ik ben zelf niet op de hoogte van het masterplan. Okay. Maar zolang het in de voordeel is van de bewoners en voor de buurt en voor de opbouwers, zeg ik go. En klinkt het goed. Maar het moet niet. Ik ben ook moe van die. Hoe zeg je dat? Sommige aanbiedingen die doen alsof ze voor de buurt zijn. En dan is het addertje voor het onder de gras. En dan is het uiteindelijk alleen maar om geld nog steeds voor zichzelf te scheppen. Ja. Ik side-eye die mensen ook. Die heel erg in dit geval naar Zuidoost komen en voor Zuidoost zijn. Maar uiteindelijk wordt hun familie in Groningen er beter van dan wij hier. Ja. Ik denk wel dat op zich, heb ik het idee, dat het masterplan wat u geschreven is echt heel erg bedoeld is om vanuit de wijk, echt heel integrale aanpak. Dus ik heb het idee dat de intenties heel goed zijn. Maar er zijn ook altijd risico. En die makers inderdaad, van wat voor rol kunnen die spelen? Ja. En de originele, authentieke professionals zoals jij dat noemt. Ja. Zeker. Ja, dus zeg maar, intenties in twijfel trekken, daar schieten we niets mee op. Ik ga er vanuit dat iedereen goede intenties heeft. Maar wat mij raakt, is de praktijk. Uiteindelijk het resultaat van die intentie. Goede intentie ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid om je processen zorgvuldig in te vullen. Hoe beter je intentie is, des te zorgvuldiger je processen moet invullen. Want we willen allemaal inclusieve resultaten, maar onze processen zijn exclusief. Mm. En dan bereik je die niet. Not about us, without us. Dus als je zegt van, zolang het interessant en goed is voor de buurt, dan zeg ik go. Maar wie dat bepaalt, is ontzettend interessant. Zeker. De mensen over wie en voor wie wordt bepaald en gekozen, zitten niet aan de tafel. Niet structureel. En die zelfbeschikking, dat zelfbestuur, is wat wij dus ook solidariteitsnetwerken noemen van bewoners zijn de deskundigen. Dus een nieuwe manier van nadenken over het bouwen van welzijn en welvaart in een wijk betekent vertrouwen in de bewoner als deskundige. En dat zij een structurele plek aan de tafel krijgen, inzage in plannen en begrotingen en daar ook inspraak op hebben. En die participatie in de theorie, die hebben we ook met de beste intenties geprobeerd in Amsterdam het afgelopen jaar. En anderhalf jaar met als resultaat oververmoeide en overvraagde stadsdelen. En als ambtenaren op een gegeven moment erachter komen van, oh, maar wacht even, participatieprojecten betekent dus dat de bewoners echt zelf gaan bepalen en echt zelf beschikking krijgen. Maar wat heeft mijn baan dan nog voor zin? Oh nee, maar dan, zoveel participatie hoeft ook alweer niet. En dat is wederom die fundamentele error van ons systeem. En we moeten realiseren dat we door extreem in te zoomen ook weer vaak moeten uitzoomen. In Berlijn durven ze die keuzes te maken. In Barcelona durven ze die keuzes te maken. Het is een kwestie van beleid. En het is een kwestie van waar stel je je prioriteit op af. In Berlijn durven ze op gemeentelijk niveau te luisteren naar bewoners die een signaal afgeven van wij kunnen hier niet meer wonen. Huurplafond, terugkopen van vastgoed. Goed nadenken over hoe je massatoerisme kunt in of in ieder geval kunt tegenhouden, Barcelona ook. En dat zijn niet activistische of radicaal op een positieve manier, radicale ideeën. Dat zijn mensen die op een gegeven moment kiezen van, wat voor stad wil je zijn? En wat voor stad ben je? Dezelfde argumenten die worden gebruikt om die stad uit te verkopen. Het authentiek Amsterdamse karakter, de creatieve plekken, de lokale ondernemers, zijn precies dezelfde mensen die je uitsluit. En als je eenmaal mensen binnen hebt gehaald die daarop zijn afgekomen, zijn die ook bedrogen uitgekomen. Want vervolgens maakt het niet meer uit of je in Berlijn of Brooklyn of Buikslotermeerplein woont. Het zijn allemaal dezelfde soort wijken. Dus
die zelfbeschikking en dat zelfbestuur naar de bewoners toe, mm-hmm. is dat de fundamentele verandering. En dat ook gecheckt wordt ook. Gewoon, dat zei je al eerder, dat vond ik echt een goeie. Dat gecheckt wordt en dat er ook echt vooral gecheckt wordt van, werpt het vruchten af? Van, ja. Is het vruchtbaar wat we doen? En gebeurt ja, er ook echt die impact en inderdaad juist. Meten. Dus ook weer, wees inderdaad dus super concreet. Maar ook, hoor ik jou zeggen, wees ook radicaal in je openheid. En in inderdaad hoe mensen mogen meebeslissen. Inclusie. Maar je hebt het dan over bewoners. Ik ga weer eventjes naar Wereld 39. Ja. Een plek hier waar relatief ongelooflijk weinig bewoners eigenlijk. En ook weinig diverse bewoners. En weinig authentieke bewoners misschien ook. Het centrum heeft heel erg zijn eigen problematiek. Mm-hmm. Hoe daar nou mee verder? En hoe dan vanuit kunstenaars ook en broedplaatsen daar een bijdrage aan leveren? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat veel mensen weten niet dat W139 onderdeel uitmaakt van het Blauw-Lakenblok. Dat is een stukje Warmoestraat en Sint-Annestraat, dat is gekraakt in de jaren 70. Die mensen die dat gekraakt hebben, die hebben er echt voor gezorgd dat het nu is wat het nu is. Er zijn ateliers, er zijn gesubsidieerde plekken voor culturele ondernemers in plintfuncties. Dus niet achteraf in een straatje, maar gewoon vooraan de straat. Sociale huren. Er zitten heel veel sociale huizen achter W139. We hebben samen met de bewoners ervoor gezorgd dat er een dansstudio behouden is gebleven voor jonge kunstenaars en jonge dansers. Maar alles komt vanuit organisatie, solidariteit en ook zelfbeheer. En ik denk dat dat is in de rest van het centrum compleet losgelaten. En ik ben het helemaal eens met je argument van de tijdelijkheid. Alleen het gaat nog veel verder voor heel veel makers. Het is tijdelijke ateliers in de broedplaatsen. Ze wonen heel vaak anti-kraak tijdelijk. Tijdelijke horecacontracten. Alles is tijdelijk en tel daar soms nog bij op dat mensen niet in Nederland zijn geboren of niet Europees zijn. Toch ondernemer zijn, maar buiten alle mazen vallen. Dan opeens komen ze nergens voor in aanmerking. We merken het met de KAWA-toets inderdaad, dat er heel exclusief gehandeld wordt. En op het moment dat wij als instelling met bepaalde makers willen werken, die een niet-traditionele opleiding hebben gevolgd via een kunstacademie, mogen we ze opeens niet honoreren als een kunstenaar. Ja, dat klopt niet. Ja. Dus ook de voorwaarden van de mensen die ons opdracht geven om onze publieke taak te vervullen, moeten ons daarin ook die ruimte geven dat wij best kunnen beoordelen welke praktijken wij willen laten zien, wie wij willen ondersteunen. En of dat nou van de Rietveld komt of van het MBO of van het Mediacollege, dat maakt niet uit. Ja, ik denk dat is een heel goed punt. En dat zal ook echt nog publiek thuis ook nog echt vaak aan bod komen vandaag ook. Ja. Want dat heeft te maken natuurlijk ook met criteria van de fondsen. Absoluut. Met ook hoe de hele infrastructuur geregeld is. Ik ben zelf al jaren adviseur bijvoorbeeld bij het Mondriaanfonds. En ik zie ook deze problematiek echt elke keer voorbij komen. Ja. En inderdaad, dat vertrouwen dan weer van inderdaad dat die fluiditeit van die praktijken, dat er mensen zijn die dat met elkaar kunnen beoordelen. Precies, en ik denk dat ook zeg maar nu hetgeen is waarom W139 deels buiten de boot valt. Hè? Dat komt niet alleen doordat we de subsidie zijn verloren, maar ook vanwege nu met corona. We worden gerund door kunstenaars. Onze organisatie is voornamelijk kunstenaars. En wij maken geen langetermijnplannen. We hebben een langetermijnvisie van we willen de W voor nog 50, 100 jaar beschermen voor de volgende generatie makers. Maar het betekent wel dat we niet gaan invullen wat de urgenties zijn van mensen. En dat dit ze daar is echt ingewikkeld, hè? Want net horen we heel erg van meetbaar, weet je wel, afrekenen eigenlijk opbehaald resultaat. Ja. En tegelijkertijd zeggen we ook van ja, maar we moeten het ook open kunnen houden, zelf eigenlijk eigen criteria. Dus dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Ja, maar het heeft denk ik te maken met heb je een beleid op vertrouwen of een beleid op wantrouwen? Reken je mensen af of reken je mensen in? En ik denk dat op het moment dat jij een termijn hebt van 4 jaar en je kan hem voor 4 jaar invullen. Ik vind het juist heel spannend dat ik niet weet wat wij over een half jaar gaan doen. Ja. En met wie we precies gaan werken. En dat ik als zeg maar instelling zijnde ook niet bepaal met wie kunstenaars werken. Zij kiezen zelf hun groepen. En daar zit precies die glitch in het systeem. Dat zij soms, ook al willen wij de vrijheid bieden,
dat de systemen daar niet op ingericht zijn. Het is een heel herkenbaar iets. Hè. Voordat ik voor NDSM werkte, werkte ik voor de Dutch Design Week in Eindhoven. Een platform die heel graag die ruimte wil bieden aan designers, aan makers, aan creatieve denkers. En dat is ook specifiek waar wij tegenaan liepen. Als we een project wilden ontwikkelen, dat we eigenlijk niet bij fondsen terechtkwamen, omdat we niet konden vooruitlopen op de resultaten van een project of met wie we nou precies gingen werken. Ja. En dat is denk ik een van de knoppen waaraan gedraaid moet worden voor een fluïde praktijk, is dat je inderdaad moet opereren op basis van vertrouwen. Tegelijkertijd, ik herken het andere probleem, die inclusiviteit. Ja, wij benoemen het zelf altijd als van, wij zijn ontzettend strijdbaar voor de vrije ruimte. Dat is zeg maar de ruimte die jij heel erg probeert ook op te eisen vanuit W139. Ik denk dat we dat ook op NDSM-terrein in Noord moeten doen. Ik denk dat we dat op andere plekken moeten doen. Maar die vrije ruimte is niet vrijblijvend. Nee. En dat is heel vaak een verwarring die ontstaat binnen de kunstwereld. Wij merken dat ook. Kunstenaars die eisen die vrije ruimte op. Maar daar staat ook een maatschappelijke verplichting tegenover. Vind ik zelf. Niet iedereen is daar met mij eens. Maar het gaat er ook over, in ons geval, wij opereren in de openbare ruimte. Dat is ons werkterrein op het NDSM. Ja, wij beschouwen dat ook als publieke ruimte. Maar wie is het publiek dan? Van wie is die publieke ruimte? Wie krijgt daar een stem? Wie mag daar bepalen waar het over gaat? Nou, dat is een discussie die we met elkaar continu moeten voeren. Dat is niet in één keer afgelopen, maar dat is iets waar je continu aan werkt. Ja. En daar heb je die vrije ruimte voor nodig, optimaal. Ja. Complex. Ja, zeker complex. Ja. Ik zie jou lachen. Ja, dat is natuurlijk ook iets waar jij in je boek ook veel over gereflecteerd hebt. Ik probeer een beetje, we zijn nu richting de tweede helft van dit panelgesprek. Ik riep in het begin al wel op van we moeten ook proberen het zo concreet mogelijk te maken. Maar we hebben het hier eigenlijk over hoe lastig dat is. Inderdaad, dat vrijblijvend. Ja, probeer inderdaad heel concreet te zijn hoe je het doet en tegelijkertijd vertrouwen te geven. Als jij zegt, jij gaat voor een soort van positieve vorm van gentrification counteren en inclusiever maken. Hoe maak je dat meetbaar? En als je dat verhoudt tot deze discussie, tot die broedplaatsen, wat voor tips heb jij? Jij bent hier nu jaren mee bezig. Wat voor tips heb ik, is iets anders dan hoe maak ik het meetbaar? Ja, pak die maar eerst. Ja. Kijk, als het Parlevinkerplein waar de Rietwijker staat, is een heel interessante plek. De Rietwijker grenst aan een paar basisscholen daar. Tegenover het plein heb je een zorginstelling en een koffieshop. Zowel de basisschool als de zorginstelling als de koffieshop en iedereen die daar werkt en komt, op al die drie plekken hebben geen idee wat in de Rietwijker gebeurt. En of die plek nog open is en wat daar dan en of zij daar mogen komen. Dat de senioren aan ons vragen, mogen wij daar nog komen? Met zo'n staat van dienst en geschiedenis op die plek is voor mij de toets. Als zij zich daar welkom voelen, als die deur open staat, als de ramen terugkomen die er zijn dichtgebouwd aan de buitenkant van de zaal. Dus ik zou zeggen, de meetbaarheid is dat als je de buurtbewoners vraagt naar, en wat vind jij van de gentrificatie van Banne 2? Dat zij niet denken van, wat? Maar dat ze gewoon... Ja, precies, dat ze meteen weten van, inderdaad, ik zit in die groep en ik ben daarbij gevoegd en er wordt naar me geluisterd en ik heb een structurele plek en er wordt naar me, wordt naar me geluisterd. Ik denk dat dat de beste meetbaarheid is en kijken naar het welzijn. Dus dat je welzijn en welvaart altijd tegelijk als twee samenhangende dingen ziet. En als we op dit moment kijken dat mensen van diep in de 90 gestrest zijn met wanneer gaan ze onze huizen slopen en we willen niet verhuizen. Dat is volgens mij ook een toets. Het is ontzettend exclusief. En zo kan je doorgaan. Je hebt jongeren in de wijk, in de bannen heb je helemaal geen jongerenvoorziening. Al decennia niet volgens mij. En er wordt sinds de Rietwijker natuurlijk dicht is gegaan. En er wordt zoveel aan ze gevraagd van waar heb je behoefte aan? Aan studio's, aan danszalen, aan studiezalen. Kinderopvang die toegankelijk en betaalbaar is voor alle gezinnen. Al die publieke voorzieningen zijn vermarkt en zijn gecommercialiseerd, waardoor ze niet meer voor het publiek beschikbaar zijn, niet voor iedereen. Dan zouden je ziet een grotere rol voor de overheid. Zeker, ja, die moet het samen doen. Om dat te pakken. Ja. Ja. Jij bent jurist ook, hè? Klopt. En als je het dan hebt over toch precisieregels, inderdaad. Denk je dat die samenleving dus eigenlijk weer... Gaan jullie naar een meer socialistische samenleving dan, toch? Waar jullie naar
vragen. Een overheid die veel meer verantwoordelijkheid neemt. Zeker. Maar dat dan met de burgers doet. Ik wil net zeggen, en om even terug te komen op jouw eerste vraag over in hoeverre is dat meetbaar. Ja. Ja, ik denk die meetbaarheid kun je ook zien in hoeverre de bewoner zich gehoord voelt. Maar ook in hoeverre de bewoner mag meedoen, mag meeparticiperen, ook mag zijn, gezien en gehoord voelt. En als dat er niet is, ja, dan heb je je antwoord al klaar, wat mij betreft. En maar inderdaad, vanuit Verdedig Noord kijken we dus naar hoe we een inclusieve maatschappij, een inclusieve wijk kunnen creëren. En we doen dat vanuit die socialistische beweging inderdaad, waar wij in, wij aan het creëren zijn. Ja, en daarin, als ik even zeg, als we dan teruggaan naar het thema van die broedplaats... Ja. Dan zou dat absoluut een model kunnen zijn, maar wel gestoeld is op het model van het buurthuis en echt gaat om gesprek en luisteren naar de buurt. Precies. Ja, en daarom noemen we het buurthuis 3.0 of in ieder geval het buurthuis van de toekomst. Om nieuwe waarheden te creëren moeten we heel erg nadenken over nieuwe taal waarmee we die waarheid duiden. En wij proberen alles eraan te doen om de huidige bureaucratische termen te voorkomen. Dus weet je, broedplaats, collega's en sectoren. Ook, hè? Het zijn allemaal. Nog even terugkomend op, zeg maar, dus ja, we zijn een socialistische beweging, maar ik wil echt voorkomen dat we streven naar basale mensenrechten. Huisvesting is een universeel mensenrecht. Ja, betaalbaar wonen is de verantwoordelijkheid van onze overheid om dat te voorzien voor alle bewoners. Ik wil echt voorkomen dat het lijkt alsof we een extreem nieuwe manier van samen... Precies. Maar we vragen niet om liefdadigheid. Laten we dat voorop stellen. We vragen om waar we recht op hebben. Op dit punt vragen we niet eens om solidariteit. Maar geef ons waar we recht op hebben. Bewoners betalen decennia huren die jaarlijks worden verhoogd. Een markt... een dak boven je hoofd heet wooncarrière, heet je. Een huisvesting heet woningmarkt. In ieder geval, mensen betalen dat. En we hebben nog steeds lode leidingen in Noord. Hè? En we hebben slecht geïsoleerde, slecht geventileerde huizen. Senioren die niet weten op hun oude dag, die de stad en het land hebben opgebouwd voor ons, niet zeker zijn van of ze daar nog kunnen blijven wonen en moeten strijden op hun hoge leeftijd. Dat wil echt voorkomen dat het lijkt van, oh, hier heb je een socialistische beweging die iets extreem... Nee, we vragen om onze basale mensenrechten. Ja. En al die domeinen hangen met elkaar samen, ze zijn niet vrijblijvend. En dat wil ik echt even benadrukken, dat we beseffen dat de dagelijkse praktijk radicaal fout is. En niet zozeer stempels op ons plakken. Maar Tim, bij jou dan, de NSM, van jullie... Ja, wij hebben een heel bijzondere ruimte. We zijn ook een tijdelijke ruimte. In principe tot 2028 kan er op de oostelijke NDSM-werf niet gebouwd worden. Tot die tijd zijn we eigenlijk veilig. Maar er is een hele grote kans om dat nu in dit tijdsgevricht wel te gaan veiligstellen dat het ook na 2028 is. Dus een wethouder van Doornik, die wil de werf radicaal gaan vergroenen. Volgens mij een heel goed idee, want ik denk dat groen in de stad ongelooflijk bijdraagt aan die leefbaarheid. Maar ik denk dat het tegelijkertijd dé uitgelezen kans is om de plek weer terug te claimen voor de buurten of te ontwikkelen voor de buurten. En tegelijkertijd een culturele bestemming te houden. Dus daar zitten wij heel erg in. Een groene NDSM-werf, een park. Een groenere NDSM-werf. Nou, wij noemen het zelf, wij denken stiekem na over de term stadslandgoed. Een collectieve werkgroep. Okay. Kijk, wat er nu gebeurt is, je wordt verkaveld. Hè? Dan staat er weer een horecaondernemer op die zegt, ja, maar ik zit hier al 10 jaar. Ik wil blijven. Mijn klanten vinden dat belangrijk dat het zo is. Ja, ik snap dat die klanten dat vinden. Maar hoe denkt de buurtbewoner daarover? Gaat hij daar ook naartoe? Dus dit is een vorm van collectiviteit. En op dit ogenblik ook de culturele sector, ook de broedplaatsen die opereren vooral voor hun eigen voortbestaan. Wat ik heel goed begrijp, en dat merk je ook in deze tijd van corona, het is logisch dat die horeca-ondernemers vechten voor hun voortbestaan. Maar dit is het moment om op te staan en te zeggen, nee, we gaan een collectieve beweging vormen. En vanuit die collectieve beweging kijken we zowel naar dat particuliere ondernemerschap, wat mogelijk moet zijn, hè? Maar tegelijkertijd, we borgen ook een aantal dingen. En er is een soort van basiszorgplicht voor hè, wat je nodig hebt in een buurt. En of dat nou socialistisch is of een andere werkvorm, ja, dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Ik ben daarin, denk ik, toch wat anders politiek gezien. Maar waar het over gaat is, als je vrijheid wil met elkaar, dan zal je er toch voor moeten zorgen dat je de mogelijkheid tot vrijheid voor iedereen borgt. Want anders is vrijheid niks waard. En daarin is zo'n vorm in zo'n buurt, die collectiviteit is waanzinnig belangrijk. Ja. Mooi, nou, dus hebben we al kraken eigenlijk in nul. Landgoed 3.0 met prachtige vormen van vrijheid en geen vrijblijvendheid. Na het buurthuis 3.0.
En Rich, HCC of überhaupt Zuidoost, hoe kijk jij naar de toekomst als je dit zo hoort? Ik geloof altijd, verander de wereld begint bij jezelf. Dus als je, ikzelf, naar aanleiding van dit gesprek, geeft het mij alleen maar meer een push om meer de buurt erbij te betrekken. En ik zou eigenlijk aan ieder dat aanraden. Als maker ben ik iemand die liever maakt dan spreekt. Ja, fijn dat je dus, toch hier zit. Ja. Ja, nou, dankjewel. Ja. Dus ik zou vooral gelijk willen doen. Ik zelf wil ook aan iedereen aanraden, elke maker of iedereen die op een bepaalde positie zit om iets te doen. Als je niet per se vindt dat je de kracht hebt om te spreken, probeer wel in je handelen, zeg maar, daarna te handelen. Of probeer wel gewoon dat die extra hulpmiddel voor de buurt te zijn of zo. Heel mooi. Dit zijn grote projecten waar we het over hebben, maar jij maakt het in één keer weer heel doable. Bij jezelf leg je het neer, ja. Bij ons allemaal. Omdat iedereen, je kan wel, en het is naar niemand toe, maar je kan zeggen van moet veranderen, maar wees die verandering. Ja, heel mooi, wees die verandering. Nou, ja, ik denk dat we met deze wijze woorden eigenlijk gekomen zijn aan het einde van dit panelgesprek. En ik wil jullie ongelooflijk danken, want ik denk dat jullie samen ook heel mooi het hele palet hebben laten zien van wat er op dit moment speelt als je nadenkt over broedplaatsen in de stad, in verschillende wijken, met verschillende perspectieven. We zijn het misschien best met elkaar eens en tegelijkertijd is er nog ongelooflijk veel te bevechten. En ik wil jou heel veel succes wensen aanstaande zondag. En ik iedereen ook oproepen om te kijken naar de live-uitzendingen maar ook te bieden op de kunstwerker die fantastische topkunstenaars hebben gegeven, hè, om jullie ook te steunen. En ik wil jullie allemaal heel veel succes wensen en ik hoop dat jullie blijven, zodat we ook bij de volgende panels nog een bijdrage van jullie kunnen verwachten. En dan is het 1816, de kolonie Nederlands-Indië een feit, van Wingewest naar kolonie. En in 1828 de burgerlijke stand ingevoerd, met daarin de Europeanen en zij die via een wettig huwelijk met hen zijn verbonden en de wettelijk geregistreerde nazaten. Een systeem van westerse wetten en dan kijken wie of wat daarin past. Niet in de administratie der Aziatische bevolking, ook niet de vreemde Oosterlingen, Arabieren, Chinezen. In juridisch opzicht is er dus geen onderscheid tussen de witte Europeanen, de Totoks, en zij van gemengd bloed, de Indo's. In de praktijk tussen lagen. Indo's met hogere betrekkingen tussen de witte elite in hun clubs en sociëteiten. En Indo's lager op de ladder, bestuursambtenaren, kneelmilitairen. Tussen die lagen irritatie, wrijving. Maar ook naar boven toe, naar de witte elite en naar beneden, naar de oorspronkelijke bewoners. Trapje op, trapje af. En die oorspronkelijke bewoners bestaan ook nog weer uit talrijke etniciteiten, ieder met hun eigen gebruiken, religies, opvattingen. Een wonderlijk spel langs maatschappelijke scheidslijnen. Veel ongeschreven wetten. Dan is er nog iets opmerkelijks aan de hand met die burgerlijke stand in Nederlands-Indië die maar een klein stukje van de bevolking beschrijft. Eén achternaam komt daar in verreweg het meeste voor, inlandse vrouw. Altijd in relatie tot een Europese of Euro-Aziatische man, maar inlandse vrouw. Van de voorouders van deze naamloze vrouwen vinden we niets in de boeken, maar de positie van inlandse vrouw is hiermee voorgoed vastgelegd. Haar belangrijke rol in onze geschiedenis. Zij baart het merendeel van hen die worden aangeduid met Indo. Generaties volgen. Getekend door een koloniale geschiedenis vol haat en liefde, schaamte, hoop, angst, twijfel, ongeduld, afkeer en verlangen. Thank you.
1989, Clermont-Ferrand, Frankrijk. Geboren Delphine, middelste van een gezin met 7 kinderen. In de buurt kinderen uit Algerije, Marokko, Cambodja, een enkele witte. Delphine denkt dat het zo hoort, ze weet niet beter. Tot ze op een witte school terechtkomt. Ze is anders, ze is een minderheid, dat is een grote schok. Ze begint vragen te stellen, haar moeder vertelt over Vietnam, de oorlog, de vlucht. Ze is woedend.